Ongeacht of je een 27, 127, 28 of 128 hebt, allemaal zijn de voorbereidingen dit. Om te naaien heb je een draad aan de bovenkant nodig en een draad onderin. Een spoeltje winden doe je zo. Trek de veer aan de linkerkant naar achter. Steek het spoeltje eerst aan de rechterkant in de houder en uiteindelijk zet je dus de spoel vast. Het draad loopt vanaf de klos via deze haak naar een klein spoeltje. Druk het spoelwindingselement iets naar binnen toe, totdat het rubberen wieltje contact maakt tegen het balance wheel. Het zou toch handig zijn om te kunnen opwinden zonder naaien. Ontkoppel de as door de ontkoppelingsplaat tegen de klok in te draaien. Zo kan je opwinden zonder te naaien of zonder dat de naald beweegt. Als je genoeg opgewonden hebt, knip je de draad door en trek het mechanisme weer iets naar je toe. Mocht je het ontkoppeld hebben, nu is het moment om de schijf met de klok mee te bewegen. Aan te draaien dus. En dan volgt nu het priegelwerk om hem erin te krijgen. Officieel moet de draad van de spoel van links naar rechts lopen, maar andersom kan je er ook mee wegkomen. Trek de draad door de gleuf, trek aan het eind iets naar boven toe en trek hem vervolgens weer terug richting de opening totdat de draad in de ronde opening valt. Plaats de shuttle in de naaimachine. Plaats de klos of spoel, hoe je het ook maar wil noemen, op de naaimachine. Span de draad door de bovenste gleuf. Dan moet de draad schuin naar beneden, rustend tegen de twee weerstandsschijven en weer omhoog. En denk eraan dat de draad onder de veer moet vallen. Door het gaatje van deze arm weer terug naar beneden. Glij het draad achter dit eerste haakje door naar de haak net boven de naald. Als laatste trek de draad door de naald, van buiten naar de binnenkant. De positie van de laatste haak verraadt vanaf welke kant de draad door de naald heen moet. De naald moet overigens met de platte kant naar binnen toe gericht zijn, maar dat had je uiteraard al gedaan. Onderste draad optrekken en naaien maar. Ja.